Welkom bij deze gloednieuwe video van onze booktubes over het boek van Karen Curie, Koningskind. Dus wij gaan erover vertellen. Ik ben Joshua en ik ben 11 jaar. Hallo, ik ben Xander, ik ben 11 jaar. Hallo mama, ik ben Fie en ik ben 11 jaar. Hallo mama, ik ben Tani en ik ben 12 jaar. Dat was het. Personages van Koningskind. Ik ben Florentine. Ik kom uit Afrika en ik kom ook uit een koninkrijk gezin. Ik ben Helene Mithoos. Iedereen noemt mij Leentje. Ik kom uit België. Het verhaal Koningskind gaat over een meisje, Leentje Withoffs, oftewel Helene. Dat is eigenlijk haar bijna. En ze krijgt een nieuwe klasgenoot die heel bijzonder is in het 6 leerjaar. Ze heet Florentine. Ze komt uit Afrika en tussen de twee meisjes klikt het niet zo goed. En ze is ook een prinses. Kunnen alle mensen zeggen iets over Florentine, maar Leentje die dat dus niet zeker wat zo is, dus ze gaan kijken naar nemen. Florentine was met haar twee broers in de tuin aan het spelen en toen Florentine iets hoorde, laat ze de hond los. Leentje moest snel wegrennen omdat de hond iets in de gaten had. Hallo, ik ben Tiani. Ik vind het een heel boeiend boek. Omdat ik vind dat het heel erg meeneemt. Eerst wou ik het niet lezen, omdat er geen prenten in staan. Maar toen ik zoiets 10 pagina's had gelezen, wou ik echt super graag verder lezen. Ik geef het verhaal een 7 op 10, omdat ik het niet zo heel erg boeiend vond. Maar toch, tegelijkertijd bleef het wel wat boeiend. Ik geef het verhaal dus 7 op 10, omdat het ging veel te snel door elkaar. De ene dag ging de hond weg, de andere dag had Leentje ruzie, de andere dag werd ze van school en zo verder gestuurd. Dus daarom geef ik het een 7 op 10. 3, 2, 1, actie! Ik geef dit boek een 9 op 10, omdat ik hou niet echt zo van lezen, maar ik vond het wel een heel interessant boek, omdat het wel een leuke, ja, het is gewoon een leuke boek en al. En ja, dus dat vind ik juist goed aan het boek. Actie. Ik geef het boek een 6,5 op 10, omdat ik vond het niet zo boeiend. Het ging veel te snel voor elkaar, het was wat te druk. En wat ik wel boeiend vond, was het met de broer van Leentje. Dat is een grappenmaker en die plaagt Leentje een beetje. Dat was dat we jullie de volgende keer ook weer zien. Ik zeg ook bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hebben veel werk besteed in deze video. Ik ook bedankt voor het kijken en ik vond het wel heel leuk om op te nemen. Dus ja, bedankt. Dankjewel om naar deze video te kijken. Ik hoop dat jullie veel kijkplezier hadden. En tot de volgende keer. Dag! Van onze booktubes. Wij gaan dus over het boek praten van. Hallo allemaal. Wij zijn hier met onze booktubes. Wij zijn hier met de booktubes.